Daily Minutes, nummer 1478, met een uitzending voor vandaag, 23 november 2018. Dus de bulletin van vrijdag. Het wordt vandaag een beetje een uitzending zoals gisteren, alleen een beetje korter. Deze column die heet Zwart Rijden. Vandaag moest ik in Amersfoort zijn, dat wil zeggen in de buurt van het hoofdstation. Daar had ik een belangrijke bespreking. Op het kleinere Amersfoortse station bij mij in de straat bemerkte ik dat ik bij het wisselen van portemonnee kort geleden niet mijn OV-chipkaart in de nieuwe portemonnee had gedaan. Wel had ik een oude OV-kaart, geldig tot bijna precies een jaar geleden bij me. Omdat de trein er al aankwam en ik vanuit perron af zou moeten om het tijdelijke kaartje te kopen en ik ook niet wist hoe dat precies moest, heb ik de gok maar genomen. Ik zou instappen waar geen conducteur was en dan naar de conducteur toe lopen en de zaak uitleggen en dan maar zien wat er voor komt. Eerlijkheid duurt tenslotte het langst. Nog nooit van mijn leven heb ik zwart gereden. Enige tijd op de middelbare school zat ik in een clubje van treinspotters die er een sport van maakten overal gratis te belanden. Maar ik hoefde niet, want mijn vader werkte bij de spoorwegen en daarom kon ik gratis mee zonder zwart te rijden. Afijn, ik zag zo snel geen conducteur en bij de deur waar ik instapte sprong die functionaris ineens als een duveltje uit een doosje achter een deur vandaan. Ik stond toen hij de trein liet vertrekken inmiddels achter een paar instappers die na mij waren gekomen. Toen ik de aandacht van de man probeerde te krijgen, deed hij alsof hij mij niet zag en verdween vervolgens als het vogeltje uit een koekoeksklok achter dezelfde deur waar hij even daarvoor vandaan kwam. Ik besloot dan maar een betere plek te zoeken. Als je toch zwart rijdt, doe het dan op een beetje professionele manier. Het maakt niet uit wat je doet, als je het maar uit overtuiging doet. De trein van het station bij mij in de straat naar Amersfoort doet daar een handvol minuten over en bij de grote hoeveelheid mensen die tegelijkertijd met mij het perron opstapten, dus heel die conducteur niet meer gezien. Toen ik echter het station uit wilde, realiseerde ik mij dat daar als een rij soldaten een bende tourniquets staat opgesteld. Poortjes waar je niet doorheen komt zonder geldig bewijs dat je je achter die poortjes mag bevinden. Ik dus met een stalen smoel eerst met mijn kaart geldig tot december 2017 geprobeerd. Nou, dat leverde meteen een boze reactie van het poortje op. In plaats van een vriendelijk groen veranderde een flink gedeelte van de zaal in een onvriendelijk rood. Ongeldig, stond er. Afijn, dan maar achter iemand anders snel het poortje door. Dat heeft dat verdomde ding toch niet in de gaten. Maar nee, nu begon het terwijl ik er nog net niet doorheen was, ineens alle poortjes heftig geluid te maken. Verdorie, zou deze ad hoc crimineel dan toch nog in de kraag gevat worden? Twee functionarissen die er zo te zien wat mee te maken hadden, maakten kennelijk heel vaak mee dat alle poortjes lawaai maakten. De een bleef met zijn gezicht stoïcijns van de poortjes afgewend en hoewel hij amper 4 meter bij mij vandaan was, liet hij zijn gesprek door zoiets niet verstoren. Een andere functionaris leunde wat verder weg tegen een muur. Hij had mij wel gezien, maar had geen zin het plekje waar hij zat te laten afkoelen. Alsof hij zelf iets had gedaan wat niet mocht, wendde hij zijn gezicht snel af. Dit gebeurde alles in een split second en 2 seconden later was ik al in de menigte opgelost. Onderweg overwoog ik nog een moment om de spoorwegen nog te benaderen waar ik het bedrag dat ik vind waar ze recht op hebben eventueel zou kunnen storten. Maar toen schoot me in gedachten die ene keer eerder dat ik eerlijk was geweest, wat er toen gebeurde. Dat is 1 jaar of 10 geleden. Ik stapte toen in de trein van Amersfoort naar Utrecht, dacht ik. Maar omdat ik in die tijd voor werk vaak in Hilversum moest zijn, zat ik dus in de trein naar Hilversum. Op het station in Hilversum legde ik mijn vergissing netjes uit en of ik met mijn retourtje naar Utrecht misschien gewoon vanaf Hilversum kon reizen. Soms is zo'n omweg namelijk geoorloofd. Of dat ik in plaats daarvan een enkeltje van Hilversum naar Utrecht kon kopen. Dat laatste stond de servicemedewerker echter niet aan. En hoe ik ook praatte, ik moest bij haar een extra retourtje van Amersfoort naar Utrecht kopen, dit keer eentje via Hilversum. En het geld voor het retourtje Amersfoort-Utrecht dat ik al betaald had, daar kreeg ik niets van terug, omdat ik dat immers al gebruikt had. En dan had ik nog geluk dat ik geen boete kreeg voor het traject zwart rijden op het tochtje van 10 minuten van Amersfoort naar Hilversum. Nee, ik geloof dat ik alle moeilijkheden mag gaan voorkomen en dat ik ze toch niet benader. En ook dat ik niet vergeet om mijn geldige OV-kaart in de portemonnee te doen die ik meestal bij me heb. Als ik goed tel is dit deel 18 van de serie over geheime elektronica. Researchen naar spionageapparatuur is voor vandaag even niet haalbaar. Daarom maak ik een uitstapje naar de spionage door privépersonen en door privédetectives in Nederland. Door middel van een opsomming van wat er onder andere allemaal op dit gebied gewoon te krijgen is. Niet alle genoemde items mag je trouwens zonder vergunning gebruiken. En sommige items mogen waarschijnlijk zelfs helemaal niet.
In Nederland zijn er een aantal adressen waar je spionageapparatuur, soms ook spy gadgets genaamd, kunt kopen. Maar die spy gadgets is vaak wel voor de wat minder serieuze apparaten bedoeld. Er zijn zowel winkels als webshops. Om een indruk te geven, het is een beetje een opsomming, maar bijvoorbeeld een van die websites die heeft de volgende hoofdcategorieën. Spycamera's ingebouwd of om in te bouwen. En daarnaast hebben ze ook nog beveiligingscamera's en systemen daarvoor. Alarmsystemen. Nou, dat is allemaal niet zo verwonderlijk. Verder hebben ze spraakrecorders, zowel voor telefoon als voor andere doeleinden. En ingebouwd in allerlei zaken, zoals pennen, aanstekers, sleutelhangers, organizers, mobiele telefoons, USB-sticks, nou noem het maar op. GPS-trackers is ook een categorie. Je geeft iemand ongemerkt een apparaatje mee of plakt deze met een magneet onder zijn voertuig en er blijft niets meer voor je verborgen. Nog beter is een app in iemands mobiele telefoon die op gezette tijden lijsten met waar iemand geweest is aan je opstuurt. Deze laatste apps worden ook vaak door partners ingezet, die zeg maar de zaak ofwel hun partner niet vertrouwen. Daarnaast is er een categorie in deze webshop met anti-afluisterapparatuur. Het gaat hierbij veelal om het detecteren van HF-signalen, niet zozeer van PN-overgangen. Zo geavanceerd die apparaten zie ik er nog niet bij. Die detectie die vindt breedbandig plaats of puur in het mobiele telefoonbereik. Zo te zien is de maximale frequentie die geleverd kan worden 6 gigahertz. Dat is toch wel behoorlijk hoog, maar ik kan me toch wel voorstellen dat er iets nog daarboven zit. En dan zijn er GSM-trackers die meta-informatie over telefoongesprekken laten zien. Er staat steeds bij dat er geen logfunctie in zit. Ik vermoed dat dat is omdat dat niet legaal is. IMSI-catchers zijn er ook. En daarnaast zijn er microfoons voor het luisteren door dikke muren heen. Die worden ook aanbevolen voor het opsporen van lekkende leidingen overigens. Verder zijn er stemvervormers en apparaten die ruis of geroezemoes laten horen, zodat gesprekken lastiger zijn af te luisteren. En er is folie verkrijgbaar om HF-signalen tegen te houden. En verder tasjes die voorkomen dat de signalen van je mobiele telefoon bijvoorbeeld worden uitgezonden zonder dat je dat weet. En zodat je daarmee dus niet gevolgd kunt worden. Verder zijn er speciale internetrouters voor het gebruik van Tor te koop. En dingen als een optisch kijkertje speciaal om goed door sleutelgaten heen te kunnen kijken. Waarom moet ik daar toch ineens weer aan de smurven denken? Ja, sorry. Zogenaamde keyloggers die zijn er ook om wat er in een toetsenbord, op een toetsenbord ingetypt wordt te registreren. En allerlei soorten van smartphone trackers, parabolische richtmicrofoons. Iets als dievenpoeder. Ik heb geen idee wat dat is. Ook heeft deze webshop opbergkluisjes om kleine voorwerpen in onverwachte zaken op te bergen, zoals in boeken, maar ook allerlei dingen die gewoon werken, bijvoorbeeld in klokken, thermometers, deurhandgrepen, etc. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzending www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour.